Dons. Het is een geweldig filmmateriaal voor zowel kussens als dekbedden. Het isoleert namelijk als geen ander en daardoor is er relatief weinig nodig om een bepaalde warmte te creëren. En daardoor kun je bijvoorbeeld weer een heel lekker licht donzen dekbed maken. Een ander groot voordeel van dons is dat het heel goed je vocht opneemt. En dat is erg belangrijk als je bedenkt dat je ongeveer 2 deciliter vocht in je slaap verliest. Dons neemt de vocht goed op en overdag wordt het weer afgegeven aan de lucht. Wat is nou het verschil tussen enedons en ganzendons? Het verschil tussen enedons en ganzendons kun je eigenlijk opdelen in 3 factoren. Namelijk 1. De prijs. 2. De kwaliteit. En tenslotte de geur. We gaan even beginnen bij de prijs. Want waarom is dons, en dan met name dus ganzendons, vaak duurder dan enedons? Nou, dat heeft eigenlijk te maken met 2 factoren, namelijk de kwaliteit en de beschikbaarheid. In de wereld wordt er namelijk veel meer eend gegeten dan bijvoorbeeld gans. En dons is slechts een bijproduct van de slacht. Dus het betekent niet dat eenden en ganzen worden gehouden puur om het dons. Dat is namelijk maar een klein percentage van de opbrengst. Oké, dus de beschikbaarheid van eendendons is groter dan die van ganzendons. Maar wat is nou het verschil in kwaliteit? Ja, dat hangt er een beetje van af. Over het algemeen zou je kunnen stellen dat ganzendons beter is dan enedons. Maar dat ligt dus wel helemaal aan de afkomst van de dons. Je kan je voorstellen dat enen en ganzen uit koudere landen een dikkere donslaag hebben. En die hebben vaak ook donsclusters die groter zijn. En eigenlijk geldt hoe groter die donscluster, hoe groter de kwaliteit ook is. Dus er zijn best enedonsclusters die groter zijn dan ganzendonsclusters. In dat geval is enedons dan ook beter dan ganzendons. Maar eigenlijk kun je dat heel goed meten aan de hand van de vulkracht. Die staat vooral vaak bij dekbedden, staat die goed vermeld. En de vulkracht geeft eigenlijk precies aan wat de kwaliteit is van dat dons. Namelijk hoe groter die vulkracht is, hoe groter ook de donsvlokken en hoe beter het dons isoleert. Daarnaast is het dan vaak ook duurzamer, dus dan kan het ook langer meegaan. En dan hebben we tenslotte nog de geur. Het nadeel van enedons is, het heeft eigenlijk een hele goede prijs-kwaliteit verhouding, maar soms kan er een beetje een ene geur nog aan zitten. Kortom, enedons heeft een betere prijs-kwaliteit verhouding dan ganzendons. Maar ganzendons kan beter zijn dan enedons. De kwaliteit van het dons kan worden afgemeten in vulkracht. Ten slotte is de geur van ganzendons neutraler. Ben je dus gevoelig voor geurtjes, kies dan voor ganzendons. Succes met zoeken!